Hey, wat goed hier, Tietje Panda. Oké, dus super top dat jij ook kijkt bij deze nieuwe video. En vandaag gaan we het hebben over iets wat altijd bij mij gebeurt. Ik word altijd een dubbel meisje. Ja, ik kan niet fixen. En toch geef ik jullie tips, wat bijzonder. Oké, voordat de video begint heb ik nog even een vraag, dus het mag. Oké, omdat ik dit soort video's maak, heb ik 90% kijkers wat meisjes zijn. Wat nog best wel veel is. Hoi. Oké, dus ik vind zelf deze video's om te maken best wel leuk. Gewoon een beetje buffen, sketches en zo. En alleen het probleem is, ik wil ook heel graag gewoon video's maken wat jongens dus leuk vinden. Maar niet precies jongens, wat iedereen wel gewoon leuk vindt. Dus als één keer weer voetbal, dan een keer GTA of zoiets. En weet je, het is gewoon een beetje breder. Dus hoe ik het ga doen is, deze jongens meisjes video's komen elke woensdag terug. Dus ben jij geabonneerd voor de woensdag? Dus ben je geabonneerd voor de jongens meisjes video's? Weet niet teleurgesteld, want die komt elke woensdag terug. En op de zondag ga ik dus meer uploaden van een keertje een voetbal challenge. Ja. Dus eigenlijk verandert niet zoveel erg. Alleen ik ga op elke woensdag ga ik nu gewoon jongens meisjes video's doen. Oké, en het leuke is, de woensdag kan jij zelf invullen. Dus zeg jij van Steven, ik wil heel graag dat jij dit doet op de woensdag. Laat het even achter in de reacties. Het enige wat je moet doen is gewoon de meeste likes krijgen. En voor de rest heb ik nog iets heel bijzonders. Is dit de allereerste keer dat jij me ziet? Vergeet dan zeker niet te abonneren, dan kan die beneden. En druk dan ook meteen op het belletje, want ben je up-to-date van de nieuwste video's. En ben je al op mij geabonneerd, vergeet dan zeker niet deze video te liken en te delen met je vrienden. Oké, cool, deze video de 1000 likes halen, dat zou echt super zijn. Want dan weet ik zeker dat jullie deze serie leuk vinden en dan ga ik ermee door. Oké, en de allereerste is, weet je of een jongen het uit wil maken, dat wil ik zeggen, is... Oké, het is te merken aan dat hij heel droog of kortaf gaat reageren. Op deze manier, kijk maar. Kom dan, bud. Stoer. Like I don't fuck with you, bitch. I got no feelings. Oké, als een jongen dus helemaal geen tijd meer voor je heeft, maar het kan ook wel een beetje anders zijn, dus dat hij gewoon het echt heel erg druk heeft. Maar op deze manier kan het gaan als een jongen zegt dat hij geen tijd heeft, maar dan doet hij dit. Hoi. Hi Bob. Het is met mij, je vriendin. We hebben nu al een jaar samen. Ik vroeg me af of je weer een keer wil aanspreken. Mijn panda knuffel ziek. En jij weet hoeveel ik van het ding hou. Ik omdat we 3 maanden lang al niet meer hebben afgesproken. En je bent echt een heel lekker ding. Voor mijn zieke. Oh, nee, dat is niet. Ja, dat vind ik echt leuk. Een nieuwe fidget spin koning. Vorig jaar was je de dep koning, maar nu word je echt een fidget spin koning. Oh, wat we zouden kunnen doen is misschien volgend jaar weer een keer kunnen afspreken als je kan. Oké, dus ik hoop echt heel graag dat je nog een keer kan afspreken. Oh, je kan niet. Ben je wat heel ziek? Houdoe. Wat een lelijk wijf. Oh, hoezo heb ik daar nou even geen mee? Gadverdamme, hoezo? I'm doing it really, really, really dope. Big. Nummer 3. Als een jongen helemaal niet meer uitmaakt wat je doet. Als jij zegt, yo, ik ga met die andere jongen zoenen. En dat je zegt, oh yo, ja, doe maar, yo, yo. Scheiden en alles. Dan, dat is echt een slechte uitleg ooit voor mij. Oké, en nummer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik heb het op Twitter gevraagd. Dus ik ga gewoon kijken wat jullie suggesties zijn. Aniek, kortaf reageren op appjes. Lekker Aniek. Hashtag Aniek in de reactie. Oké, dus de meesten hebben gewoon gezegd wat ik ook zei. En dat is toevallig. Oké, vond je deze video leuk? Zorg dan zeker voor dat je liked en abonneert. Dat kan allemaal hier beneden. En zorg ook zeker voor dat je deze video bekijkt. Deze video gaat dus over dat ik met Timo en Jan Thijs, dus Johnny's, ga reageren op oude video's. Die is echt heel grappig. Hashtag pannenarmie in de reacties. En ik zie jullie dan weer zondag bij een gloednieuwe video.